pijn gedaan hebben. Oké, ja, weet ik, maar ik zit met mijn... Hallo, Taal. Goedenavond, kijkers. Er is hier optreden geweest, een festival. En dan heb ik hier iemand naast me die dat, geloof ik, naar dat ik ga vragen, de hele boel georganiseerd heeft. Is dat zo? Ja, dat klopt. Ik ben Leen Steen van Tocado Records en ik heb dit hele festival georganiseerd. Samen met mijn productieleidster Vanessa, moet ik erbij zeggen hoor. Zonder haar was het niet gelukt. En dat red je ook niet in je eentje, hè? Dat is eigenlijk allemaal veel te veel en zo. Al die dingen die je moet regelen en overal achteraan. Zij heeft draaiboeken en zo geschreven en dingen, zodat het allemaal rustig en goed verloopt. En dan vonden dat, lukt dat je echt niet. We zijn er gewoon, we hebben elke band een half uur op het podium gehad en dan geen ombouwtijd. En dat is gewoon gelukt en we zijn gewoon precies op tijd gewoon af. Weet je wel, het is gewoon perfect. Ook een pluim naar de bands toe, weet je. Dat ze dat voor elkaar krijgen om gewoon discipline te hebben. En gewoon ervoor te gaan. En niet te moeilijk te doen over het geluid. Het geluid was trouwens ook echt fantastisch goed. Dat helpt ook. Ja, dat scheelt ook een heel stuk. Want als je eerst een kwartier moet gaan soundchecken voordat het geluid nou is... Ja, precies. Het ging best snel, hè? Ja, dat is elke keer was gewoon meteen op het podium op en meteen spelen. En afbouwen. Ja, het gaat supergoed. Ja, dat ging snel, hè? Ja, het was helemaal perfect geregeld. Gewoon. Dus, en dan lukt het dus om wat was dat, 6 uur tijd 11 bandjes te laten spelen. In 6 uur tijd 11 bands. Ja. Ja, oh, ja. En dan... dan heb je hem ook weer. Oh, dat is van de drum. Dat is van het drumstel. Drumpedalen vandaan. We hebben er een stuk of 5 of zo ineens, blijkbaar. Jezus, zo, ja. Hij die er weer vandaan? Ja, deze komt uit de exit, maar... hij gaat nog, hij doet het nog net, mensen. Ja, dat is... Oké. Gelukkig, maar... Grapje. Ja, zijn de verwachtingen van vandaag, wat u ervan verwacht had, is dat een beetje meegevallen? Is het uitgekomen ook? Nou, qua hoe het met de bands ging, qua weer en et cetera, ben ik heel blij. Ja, het is gelukkig droog gebleven. Ja, en ik had het wel leuker gevonden als er nog iets meer mensen waren geweest. Want ik vind het wel bizar dat als zo'n festival afgelast wordt, dat iedereen dan helemaal moeilijk gaat klagen. Maar op het moment dat het festival doorgaat, dan komen ze niet. En ik van, ja, dag, weet je wel. Ja, dan baal je er ook erg van. Dan hebben ze iets van, jongen, ze gaan het moeilijk doen als je het aflast, maar... Kijk, die zeiden dat er geen mensen waren natuurlijk. Dat was echt gezellig. De organisatie hier zo, die heeft het op 450 man gehouden. Zo. Nou, dat is best wel cool. Dus wat dat betreft geen klagen, maar als je hoort dat er 200 klachten bij de gemeente zijn binnengekomen en dan denk je, waar zijn die mensen nou? Want die zijn allemaal wat anders te doen, weet je. Ja, als het nou helemaal gehouden wordt, dan hebben ze zoiets van laat me zitten. Ja, precies. En dat is gewoon jammer. En die tijden van echt support your own scene of zo, zoals dat vroeger was, dat is gewoon toch anders of zo. Ja. Voor de hoeveelste keer organiseert u dit festival al? Is dit de eerste keer, tweede keer of meerdere keren? Dit is de eerste keer dat ik een buitenfestival deed. Joh, toch knap gedaan. Ja, oké, met de hulp van SAS Podium ook. Die natuurlijk een heleboel faciliteiten hebben geregeld. Dat podium met geluid en al die dingen. Podium en zo. En weet je wat, dat helpt. Dat scheelt een hoop rompslomp. Dat geldt ook een heel stuk, hè, als je de gemeente achter hebt staan ook. Ja, dat is niet de gemeente hoor, dat is het stadspodium. De stadspodium zelf. Want die hebben dit onder beheer, zou ik maar zeggen. Dus en de gemeente. Oké, je krijgt wat geld van ze om te organiseren, maar op het laatste komen ze ook met, je moet nog 13 man extra security hebben, want er is vorige week wat in een hoek van Holland gebeurd. Ja. Waardoor je gewoon al het geld wat je van ze hebt gekregen al aan één... Ben je het weer kwijt? Ja, dan ben je alweer kwijt dan. En dan heb je ook je bandjes nog die je wel eigenlijk wel graag wil betalen, weet je wel. Dus, maar de bands heb je ook nog, die kan er ook nog van God sowieso. En dan dingen die je eigenlijk had afgesproken dat je ook nog wel kosten zou delen met het stadspodium. Nou, dat is ook erg moeilijk nou. Dus
wat dat betreft ben ik dan weer niet blij. Weet je. Dan denk ik van, ja, het is allemaal een beetje paniekvoetbal. Weet je. Van, er is heel de dag niks gebeurd. Er is toch geen stemverheffing geweest, weet je wel. Hij moet weer. Ja, ik ben het wel gewend. Hallo zeg. Ik wil even nog zeggen. Tokado vind ik echt een goede band. Ik vind Tokado echt een goede band. Jongen. Afijn, dan moet je even. Iets meer één richting kiezen. Ze gaan nou alle kanten op. Ja, dat, ja. Want weet je wel, niet te veel verschillende zangers. Weet je wel, want ik raak een beetje in de war. Dan heb je één zanger en dan de volgende keer dat ze optreden, heb je weer een andere zanger. Dat Kane op het podium gaat staan met 6 zangers. Ja, dan snap je dat toch niet meer. Nee, 6 wordt een beetje veel, hè? Ja, dat wordt een beetje veel, hè? Ja. Maar ja, oké. Ik ben Gijs. Oké. Nou, nog tot slot nog een vraagje. Hebben jullie een website? Ja, www.tokado.com. Oh, dat is makkelijk. www.tokado.com. En dan kan je daar ook boeken en dingen, ja, je kan vragen of je dingen wil organiseren eventueel. Ja, alle contactgegevens staan erop. Alle informatie over alle bands. Links naar videoclips en zo. Muziek. Van alles. Alles wat je wil. Oh ja. Oké, dan word even gebeld. Moet ook gebeuren, hè? Hey Ronnie. Ik zit niet in een interview, dus houd het kort. Even wachten hoor. Nou? Moet even hoor. Even iets tussendoor. De Mauritsweg is dat. Ja, de Mauritsweg ligt parallel aan de Mauritsstraat. Mauritsstraat is waar een exit zit, maar dat zit aan de sink. Oké, zie je zo. Hoi. Gaan we weer. Oh ja, we waren bij de website gebleven, ja. Ja, www.tokado.com, daar staat alles op wat je maar wil. Links naar onze MySpace ook en naar de YouTube's kanaal van Tokado. En je kan het gek niet zeggen. En alle merchandise, je kan alles kopen wat wij hebben uitgebracht en gemaakt aan t-shirts. CD's ook? CD's, t-shirts, LP's, singeltjes. Noem het maar op. Oh, dat staat allemaal op de website. Dat kan je via de website kopen. Niet dat je een winkel hebt of zoiets dergelijks. Maar het is gewoon echt een webwinkel. En je kan met Ideal betalen. Met creditcards. Met alle manieren, weet je. Contant mag ook, weet je wel. Of niet officieel. Maar officieel mag dat niet meer. Maar dat maakt niet uit. Okay. Als je gewoon een tientje in een envelopje stuurt. Dan stuur ik het ook wel naar je toe. Weet je wel. Ja, daarom. Als je goed het adres. En dan staat er allemaal op. Dus ja. Precies. Dat gaat in één moeite door. Dus, Oké. En we zijn ook nog, als je je besteld hebt, dan gooi je het dezelfde dag op de post en dan heb je het de volgende dag al binnen. Zo, dat is snel. Hè? Ja, dus geen 14 dagen wachten of zo. Gewoon de volgende dag heb je het binnen. Gewoon, nou. En je krijgt nog stickertjes bij en allemaal leuke goodies en zo. Oh, goodie bag, ja. Ja, alles, ja. Alles wat we hebben, dat krijg je er nog bij van die band. Dus stickers, posters, buttons, al die shit. Dus, Oké. Nou, dankjewel. Heel veel succes. Okay. Jullie gaan nog meer organiseren, denk ik. Dat u nog meer gaat organiseren. Nou ja, we organiseren sowieso voor onze bands gewoon zoveel mogelijk optredens overal. En dan één keer in de zoveel tijd doen we eens een groot festival of zo. Kijk, dit was 12,5 jaar. Als we 15 jaar zijn, dan doen we weer zoiets. Dan doe je weer zoiets. Als dit of zo, ja. Ja, het moet ook niet te gek zijn om dat elk jaar te doen. Want dan krijg je ook een rugbreuk van. Nee, dan is het ook niet. Nou, dan is het ook niet leuk meer, weet je. Dan nee, daarom. Een soort routine of zo, weet je. Dan wordt het echt routine. Dat moet je ook niet hebben. Nee, dat moet een beetje eruit blijven. Maar ja, ons best zijn over heel Nederland te zien en zo. Dus check ze uit, weet je. Ja, Oké.
Nou, ik dank je wel voor het interview. Heel veel succes. En waarschijnlijk, nou, misschien volgend jaar, weten we nog niet. Maar zit er waarschijnlijk wel in, denk ik toch? Misschien. Ja, we doen heus wel een paar leuke dingetjes zo af en toe. Weet je, als we een keer de kans krijgen. Ja, oké. Oké. Nou, ik dank je wel. Oké, ik dank je wel. En heel veel succes verder nog, hè? Ja, ik ga even rennen. Ja, oké. Nou, gaan wij...